Deze Need for Speed is volgens Metacritic de beste Need for Speed. Ik weet niet of ik het ermee eens ben, maar welkom bij Need for Speed Hot Pursuit. En dit is de remaster. Al kun je niet echt zien alsof het remastered is, want het ziet er exact hetzelfde uit. Maar we gaan vandaag aan de slag. Ik heb deze game oorspronkelijk gespeeld op de PlayStation 3. Dit is de PC-versie, dus wij moeten opnieuw beginnen. Maar weet je, dat weerhoudt ons niet. Waarom doet mijn controller het niet? Dat is al een goed begin. En deze game is ongeveer hetzelfde als die Rivals die we laatst deden. Waarbij je dus politie hebt en je hebt gewoon racers, I guess. En we hebben nou gelijk al de keuze of we willen starten als politieagent. Dat gaan we niet doen. We beginnen met de Grand Ocean Coast. En van wat ik me herinner is die eerste race met een Porsche. Ik heb een personal best van 3,29. Ik neem aan dat dat dan toch van de PlayStation 3 is. We gaan kijken of we die kunnen verbreken. Ik kan niks beloven. Waarschijnlijk niet, want ik weet niet eens hoe deze game rijdt. Waarschijnlijk is dit net zoals Rivals, dat je echt heel veel moet driften. En we hebben NOS. Kijk. Ik zeg je eerlijk, die Ruby Red is nice. Toffe kleur. Beetje rozig. Maar hij is wel cool. Maar dit is dus de remaster. En het leuke aan de remaster is dat je eigenlijk vrijwel geen verschil ziet met het origineel. Ik kan me herinneren dat ik een video had gezien van de remaster en het origineel naast elkaar. En het was gewoon niet te onderscheiden. Het was volgens mij zelfs zo dat het origineel er op sommige vlakken beter uitzag. Dus dat is een beetje raar. Maar maakt het eigenlijk niet uit. Volgens mij is het origineel niet eens meer te koop. En deze auto's zijn allemaal behoorlijk snel. Ik rij volle bak. Zelfs met NOS. Dit is de eerste race, hè. En ik heb moeite om ze bij te houden. Oeh! Kijk, er is in ieder geval wel echt een gevoel van snelheid. En dat is altijd top. I'm dead. Ik zag het al van mij ervan komen. Op een gegeven moment dan zit je gewoon in die drift en dan kan je er niet meer uit. Nou, onze eerste crash is een feit. Oh, heb je vliegtuig. Dat is wel cool. Oh man, kijk maar de auto! Oké, we kunnen gewoon terugkomen. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Maar dat is inderdaad wel het ding met deze ouderen. Dat is met die nieuwe Need for Speed ook. Als je eenmaal in een drift gaat, dan zit je gewoon vast. Ik heb een bounty van 880. Oh. Ik weet niet precies hoe dat werkt en waar dat op gebaseerd is. Oh mijn god. Er zijn shortcuts. Misschien dat we die zo meteen even eentje gaan pakken. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk deze driving physics best wel nice vind. Het voelt raar. Maar het gaat allemaal wel zo snel. Het is alles behalve realistisch, maar het hoeft ook niet altijd realistisch te zijn. Ik heb nog 19 seconden om mijn oude tijd te verbreken. Nou, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ik heb geen enkele shortcut genomen. En dan zijn er een hoop. Ik zie ze op de map, maar ik ben iedere keer te laat. En 5, 4, 3... 2, 1. En dit was mijn oude tijd. Nou, die hebben we dus niet gehaald. Nogmaals, er zijn gecrashed, dus dat is niet zo gek. Maar, ook raar dat ik nou ineens zo ver voorreed. In het begin kon ik ze niet bijhouden. En nou rijd ik gewoon letterlijk een mijl voor. Onze eerste gouden award is binnen. Hey, nieuw car! De Mazda RX-8. Beetje een goofy auto. Hij is wel nice, alleen de RX-7 is beter. We gaan door naar de volgende race, Eagle Crest. En we gaan straks dus nog switchen naar de politie, dus blijf kijken. Dat ga je nog zien. Maar laten we eerst maar gewoon even een beetje levelen met normale auto's. En we gaan sowieso dan ook voor die RX-8. Ik denk dat die Porsche de betere auto gaat zijn. Of nee, ik weet zeker dat hij de betere auto is. Ook qua topspeed, 267, 234... Maar het blijft een beetje afwisselen. Win the race without being busted to earn most bounty. Oeh, politie. Oei, 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 oei. Alright. Maar deze race heb ik dus nog niet eerder gedaan, zoals gezien. Dus ik heb letterlijk één race gedaan. Op Game Pass. Wat? Nice. Oeh, die soepie. Ik wil die soepie. Die vind ik fantastisch. En, dude, die rotary, hoor je hem? Ik heb gekozen voor blauw. Het ziet er goed uit bij deze auto. En we gaan eens een keer een shortcut nemen. We hebben er hier eentje.
Oh boy. Oh. De geluid is wel... Hij jankt. Het is net een kat. En hier staat de politie. Kan ik hem net voorbij? Of... Waar staat hij? Oh, hij staat hier. Ik had gehoopt dat hij net achter me stond. Oei, 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 oei. We gaan wederom weer linksaf. We moeten denk ik al die shortcuts meenemen. Want we hebben niet zo'n hoge topspeed. Al merk ik wel dat we natuurlijk bijzonder traag gaan. Met dat offroaden. Dus ik weet niet of dat altijd waard is. Waarschijnlijk niet. Ah! Waarschijnlijk niet. Pull over, police. Oh boy. Oh boy. In principe zou ik al die oude Need for Speed games gewoon kunnen let's playen. Ik heb momenteel echt totaal geen content om te spelen. Dus ik de reden waarom ik zo weinig upload. Dus het zou op zich een ding kunnen zijn om dit allemaal te doen. Maar laat maar even in de comments achter hoe jullie daar tegenover staan. Er moet natuurlijk wel een beetje interesse in zijn. En dat was een goede shortcut. Daar heb ik veel afgesneden. We hebben een bounty van 1000. Ik weet niet of dat te maken heeft met hoeveel XP je krijgt aan het einde van de race. Ik denk het wel. Voor het levelen. En ik zeg je, het rijdt oprecht wel echt heerlijk. Het is zo arcadey, maar het is gewoon zo relaxed. Ik hoef niet ruim van tevoren al te remmen die bochten. Nee, ik doe gewoon mijn drift. Oh boy. Oké, ik neem iets te vroeg. Oeh, die auto. We zijn een ballerina. Ik dans gewoon door alle bochten heen. En ik zou in principe de politie kunnen uitschakelen. Hè? Oh ja. Misschien is dat het beste wat ik kan doen. Dan zijn we van hem af. Ah, er zijn er meerdere. Oh, hij is gecrashed. Hij was gecrashed. Oh boy. Ik merk ook dat ik mijn handrem wel echt moet gebruiken hier en daar. Want wat je in die nieuwere Need for Speed games hebt, is dat die handrem je echt naait. In deze game blijkbaar niet. Voelt wel goed. We hebben nog 3 kilometer. Ik ga hier wederom weer een shortcut nemen. Oh boy. Net heb ik dus geen enkele shortcut gepakt. Nou neem ik ze gewoon allemaal. Ik ben wel echt gigantisch benieuwd wat die nieuwe Need for Speed game gaat zijn. Daar hebben we het laatst ook over gehad. Er is nog helemaal niks over bekend. Ik weet ook niet wanneer die gaat komen. Ik hoop stiekem dat ze dit jaar nog een game uitbrengen. En de reden is... 2025 gaat waarschijnlijk het jaar zijn van GTA 6. En geen enkele andere game gaat dan gespeeld worden. Dus het beste wat al die studio's kunnen doen is snel voor dat jaar hun game even uitpoepen. Want anders zullen ze veel sales mislopen. We hebben een tijd van 307. Godsamme, iedere keer mijn controller. Die kabel. Oké, ik heb een nieuwe kabel gevonden. Hopelijk dat deze geen probleem heeft. En wanted level is omhoog. Mijn oude logo, wauw. Laat me in de comments achter of jullie dat logo herkennen. En ik had trouwens nog een logo voor dat logo. Maar ik denk niet dat iemand die deze video nou nog kijkt, die ooit heeft gezien. En we hebben weer een nieuwe auto. Een Charger. Get in, get reborn. En nog een award? Oh, nog één! Ja, doe maar die maar. De Evo 10. Kijk. 35k. Dude, ik neem deze auto over die Charger any day of the week. Ik doe nog één gewone race en dan gaan we even kijken bij de politie. Vraag is alleen welke. We kunnen die zandbak ingaan. Even kijken hoe dat eruit ziet. En Vanishing Point. Pagani invites you to test drive their latest exotic. Oké. We gaan rijden met een Zonda Cinque Roadster. Oh, hell yeah. Mag ik de kleur aanpassen? Oh, dat geluid. Wat is deze paint job? Wat? Ik weet niet of je dat zag. Kijk dan. Volgens mij hoort dat niet of wel. Oh, dat hoort wel. Er zijn allemaal gekke paint jobs. Nee. Beat the part-time to earn medals. Zullen we dat eens even doen? Gold 1.22. Nou, ik weet trouwens niet op welk niveau we spelen. Ik zal er zo even naar kijken. Je mag waarschijnlijk wel iets omhoog namelijk. Het feit dat het mijn derde race is en ik mag met een Pagani rijden. En dan een van de vetste. Waarschijnlijk de vetste van allen. Dat wil ik zijn. Oh. Die roofscoop is echt zo sick, hè? Oké, 1.22 it is. Let's get it.
We zitten hier in de zandbak. Niemand die ons lastig valt. Altijd als ik die dingen zie, dan moet ik denken aan GTA. Die schotels. En een topspeed van 3,51. Ik ga heel even een shortcut proberen. Ik denk niet dat we dat dadelijk moeten doen. Oh. Oké, okay, ik had verwacht dat we gigant veel snelheid zouden verliezen. Blijkbaar is dat niet het geval. Dan gaan we 3,20 door het zand. Alright. Ja, ik moet wel zeggen dat ik echt wel Need for Speed Rivals vibes krijg hier en daar. Al speelt deze game in 60 fps en die andere als 30. Dus dat is al een heel verbetering. En we hebben het gehaald. Het was een hele makkelijke race. En deze game was volgens mij gewoon op alle vlakken beter dan Rivals. En dat is de reden waarom ja, mensen deze game spelen, niet die. En reward available. Wat is dat? Een nieuwe auto? Of course it is. Ah, de Z4. Mm. Oké, het is tijd voor een carrière switch. We gaan naar de politie. En Chase 101 Interceptor. Met welke auto? Ik ga niet rijden met die Lambo, hè. Nee, ik ben level 1. Ik ga niet beginnen met een Lambo. Nee. Oké. Dat was zo flauw. Had ik op zich wel kunnen verwachten. Maar ze lieten letterlijk die Lambo zien. En dat was volgens mij de... hoe heet die ook weer? Revanton, dacht ik. Bust the driver to win. Oeh, we gaan auto's uitschakelen. Een RX-8. Dus letterlijk die race die we eerder deden, maar dan vanuit een ander perspectief. Of in ieder geval, het idee, right? Het is niet dezelfde locatie. En die auto die valt bijna uit elkaar. Ik denk niet dat we heel veel hoeven doen. Kom ik aan. Engaging pursuit. Moet ik, oh ja. Oké, we kunnen beginnen. Dus die auto is waarschijnlijk in 5 seconden kapot. Als ik hem bij kan houden, als ik iets... Oké, geef ik hem gewoon zo'n pitmanoeuvre. En dan is het klaar. Ik ben wel... Ja, net te traag. 3, 2, 1. Nee, ik kan hem net niet raken. Ik ben net te traag. Oké. First day in the job. My first murder. Dude, wat voor tijd was dat? I mean, hey, het is het begin van de game, oké? Ik snap dat het makkelijk is. Maar ik kan het overdrijven. Ik zal gelijk even kijken in het menu. Of ik dat niveau mag gooien. Ik was het alweer vergeten. Maar dit is waarschijnlijk normal difficulty. En wij zijn doorgewinterde veteranen. Ik ga heel even de game aanpassen. Gameplay settings? Wait, is er wel een difficulty? Ik denk het niet. Want dan zou het bij gameplay staan en dan staat het niet. Ja, blijkbaar kan ik dus niet het niveau omhoog doen. Dus het zal gewoon langzaam zeker moeilijker worden hoe verder ik in de game kom. Wat op zich niet heel gek is. Maar misschien bij driver details? Nee, dit zijn gewoon mijn stats. Ja, raar. Oké, wel. Dan gaan we door. Ik moet wel zeggen dat de map er behoorlijk klein uitziet. Als ik iets moet aanmerken, dan is dat het. Kijk, ik weet niet of het ook echt zo klein is. Het lijkt alleen klein. Ik weet niet of er überhaupt ook meer is. Misschien is er meer. Maar wij gaan nou rijden met de Subaru. Oh, we staan langs de weg te wachten op de racers. En ik vermoed dat we ze nou allemaal moeten uitschakelen. Zullen we dat eens even doen dan? Ja, weet je het is? Kijk, dat dit soort politieauto's bestaan, fine. Maar het feit dat het NOS heeft, is wel een beetje raar. Ja, ik moet iets doen om die racers bij te kunnen houden, right? Volgens mij is er ook totaal geen tuning in deze game. Wat het nog gekker maakt, dat er dus wel NOS is. Oh boy. Het zijn dus complete standaard auto's, maar wel een NOS-fles achter. Kijk, hè? Ah! Mazzel! Oké. Oh, we hebben al brons, maar we gaan voor goud. Altijd voor goud! Ah! Oké, blijkbaar ga ik hem uitschakelen eerst. Boop. Die andere auto miste ik. Ah! Oké, come on. Je bent te snel, jij bent te traag. 3, 2, 1.
En kabang! Dude, ik wil dit zo graag in GTA. Ik heb het er al zo vaak over gehad. Een game mode als dit moet gewoon in GTA zitten. En ik weet dat er ooit zoiets in zat. Maar dat werkte niet. Dat was niet te vergelijken met dit. Dus, nou, niet aankomen zitten met... Ja, er was ooit iets met die Mini Coopers. Is niet hetzelfde. Oh, dit is iets anders. Call in Roblox to help you stop this tough suspect. Toevallig dat ik recent van die politieachtervolging in Nederland heb gezien. En de politie doet echt vrijwel niks. Ze blijven er gewoon achteraan rijden. En ik zag vanmiddag een filmpje op Twitter voorbij komen van Amerika. En die rammen gelijk mensen van de weg af. Echt een groot verschil. Ik denk dat dat laatste wel iets effectiever is. En gelukkig zitten wij hier in Amerika, anders zou ik even heel saai zijn. Alright. Ik moet zelf dus wegblokkades regelen. Ah, dat is via linksonder. I see. Ah. Dus moet ik nou gewoon bellen? Yeah. Oké. Ik vraag me af. Dat lijkt me toch moker OP? Ah! Oh, hij kan natuurlijk gewoon tussendoor. Oh, hij gaat niet gelijk kapot. Of course, I get it. Ah! Dude, wat is deze game? Normaal gezien zijn oude games moeilijker dan nieuwe games. Maar in dit geval is het echt een joke. 20 seconden. Weet je wat? We gaan deze video afsluiten met een racie. En dan vind ik het weer mooi geweest. Maar het kan dus zijn dat we later gewoon niet verder mee gaan. Dus als je dat wil zien, nogmaals, laat het eens weten. Ik vind het allemaal prima. Ik weet niet hoe lang de game is. Maar ik heb toch wat content nodig om te doen natuurlijk. En we gaan rijden met de Lancer. Title fight. Oh, dit is een 1 tegen 1 race. Oeh. Dit is een 1 tegen 1 race. En ik moet je zeggen, die regen ziet er sick uit op de weg. Het is een mooi gebied hier met al die boompjes. Yes. De auto wordt wel bijzonder traag. Dat vacht iets sneller zou zijn dan dit. Ja. Moet je dus winnen van een Subi. Ik denk dat die Subi de betere auto is van de twee. Ik weet niet welke ik zou kiezen, though. Ik denk dat ik persoonlijk toch voor de Subi zou gaan. Omdat, weet je, dit is voor mij wat... Oh, ze zijn allemaal gecrashed! Ik wilde naar links, hij wilde naar rechts. Zeg alsjeblieft dat hij ook niet door kon rijden. Ja, we zijn allebei inderdaad echt frontaal gecrashed. Wauw. Nou ja, prima. Maar als ik de keuze moest maken tussen een Lancer of zo'n Subi... Zou ik waarschijnlijk dus gaan voor een Subi, omdat ik gewoon meer... Ik ben meer van kleinere auto's. Kijk, hoe vet ik deze ook vind, ze zijn een beetje te groot. Hij is alweer snel teruggekomen hier. We zijn echt moken traag, want hij voelt gewoon heel traag. Ik denk dat het vooral is. Die RX-8 van eerder, die was... Oh. Die was volgens mij niet veel sneller, maar die klonk gewoon heel gek vanwege die rotary. Zij leek sneller, denk ik. I don't know. Dit was trouwens echt een mokerlochte shortcut. Kijk op de map. Doen we er nog eentje. Wait, dit is die race die we in het begin deden met die Porsche, maar dan andersom. Want toen reden we hierboven. Oké, ik kom nou pas van een shortcut af. Ik heb nog een kilometer gegaan, bijna de hele race off-road gereden. 1 kilometer. Nou, ik zie de finish op de map. Ja, het grootste probleem met deze game, zover, is gewoon dat het veel te makkelijk is. Dat is wel, wel echt een dingetje. Beetje jammer. Verres, kijk, weet je... Het is jammer dat deze game geen tuning heeft, maar weet je, de politie... verhaal is dat wel leuk. Achtervolging en zo, dus dat is wel nice. En vooral dat je dus vanuit twee perspectieven kan spelen. Heb je eigenlijk twee games in één. Maar het is gewoon veel te makkelijk. Het is eigenlijk een beetje een joke. Alright, nou, weet je wat we doen? We gaan hier stoppen. En mochten jullie dus nog wat meer willen zien van deze game, laat het weten in de comments. Verder rest, laat ook maar gelijk weten wat jullie van deze game vinden of vonden. Ik heb hem vroeger dus gespeeld. Ik vond hem altijd nice, niet heel bijzonder of zo. Maar dit is dus volgens Metacritic de best. Deze heeft de hoogste beoordeling van alle Need for Speeds. Of ik het daarmee eens ben, I don't know. Maar laat jouw mening achter in de comments. Verder rest, drop een like hier, abonneer of meer. Klik op de bel. Check deze video als je hem hebt gezien. En hopelijk tot al snel. Houdoe.